Welkom bij deze video, leuk dat je kijkt. Om het direct met de deur in huis te vallen, valt in deze video iets te winnen. Wat? Nou, elk aasje waar we vandaag een snoek op gaan vangen, die mogen we weggeven. Dus hoe meer wij nu gaan vangen, hoe meer we weg mogen geven. Tijd om die prijzenpot te vullen. Let's go! Let's go! Het leuke is, ik heb eigenlijk al heel lang niet meer zo polderslootjes afgelopen. Terwijl ik het in mijn jeugd toch alle weken deed. Dus de uitdaging om vandaag weer met Roel een keer de polder in te gaan, vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Ik merk nu ik hier sta, dat ik echt weer de kriebels krijg van vangdrang. En al die mooie hoekjes hier in de polder uitgooien. Dus stiekem misschien toch een stukje polderliefde verloren, maar die ik vandaag waarschijnlijk weer op ga pakken. Doorzicht is ook mooi, hè? Ja, absoluut. Ik geef wisselen van kunstaars. We zijn nu allebei met een kikker aan het vissen. We zijn net gestart, we hebben al een paar worpen gemaakt. Maar het is toch altijd beter, zeker als je met twee mannen in de polder bezig bent, om allebei een verschillend stukje kunstaars eraan te hangen. In dit geval ga ik even switchen naar een jerkbeetje. 9,5 cm Irish Flash Jerk. Die kan ik relatief langzaam binnenvissen. En er zit een lekker rammeltje in, dus Rocky vis met een softbeetje. Ga ik even met een hardbait vissen en dan eens kijken of we op een van die twee aasjes respons gaan krijgen. Ja, heb je hem? Ik heb hem. Moet ik hem voor je scheppen? Nee, ik pak hem wel met de handen. Ja? Ik dook hem mooi op voor de, super. Voor de kant. Hoppakee, gewisseld van de kunstaars. Ik was met een kikker begonnen. Maar ik denk, ik ga toch even een hardbeetje proberen. Omdat Rocky ook met een kikker staat te vissen. Dus ik denk, doe even een flash jerkje eraan. En de Northern Pike. En ja, binnen 4-5 worpen hebben we een kleine Northern Pike. Dus de eerste is een feit. Mooie aanbeet voor de voeten. Blijft altijd hard verzakkend, ook al is het maar een klein visje. Maar de kop is eraf, daar zijn we super blij mee. En let's go, op naar de volgende. Snel succes. Dus toch net even een andere presentatie. Raadje erin. Die links-rechts zigzag actie, daar kunnen ze natuurlijk ook altijd maar moeilijk weer staan. Dus we gaan zien hoe dat de gouden wissel was. Eén vis zegt natuurlijk nog niet altijd alles, maar hij ging er wel lekker overtuigend op. Dus dat zien we altijd graag. En vis lag mooi in het kantje onder de planten. Dus dan gaan we de flash jerk eens even wat vaker voorbij trekken. Ik heb
vandaag speciaal, omdat we een hele stuk aan het lopen zijn, niet makkelijk terug kunnen bij de auto, voor de zekerheid een extra hengel bij me. De hengel die ik bij me heb is een Spectre Expedition. Vijfdelig, super compact. Past gewoon hier aan mijn rugzak, ik heb er helemaal geen last van. Extra molen mee, gewoon als backup. Stel dat je valt, je breekt een hengel. Het kan op een rare manier gebeuren, op een visdag. Dan heb je altijd voor de zekerheid een tweede hengel bij me. En het gaat om een 2 meter 10 hengel, 10 tot 30 gram. Dus perfect voor in de polders. RS Flash Jerk is echt een jerkbait. En een jerkbait dat houdt in dat je zelf de actie in je kunststaars moet tikken met de hengeltop. Dus er zit geen zwemlip op, zoals bijvoorbeeld een plug dat heeft. Zoals je ziet. Maar een jerkbait moet je echt zelf de actie intikken. Dus met kleine drukjes van je hengeltop zorg je ervoor dat hij mooi van links naar rechts zwemt. Dit is een zogeheten glider. En een glider dat houdt in, als je er drukjes met de hengeltop mee geeft, dat hij heel mooi van links naar rechts gaat zwemmen. Belangrijk bij een jerkbait vind ik dat die suspending is of dat die slow sinking is. Moet je voorstellen, water is hier ongeveer een meter diep. Het is echt heel koud. En die vissen zijn passief, dus dan wil je ervoor zorgen dat jouw aas relatief lang in het blikveld van die vis wordt gehouden. Juist omdat deze dus slow sinking is, of suspending moet ik eigenlijk zeggen, kan je hem na iedere hengel, iedere tik van de top, kan je hem mooi laten zweven, waardoor die extra lang in het blikveld blijft. En de kans groter wordt dat die gepakt gaat worden door de snoek. Een paar belangrijke kenmerken. Dit is een 9,5 centimeter, weegt 37 gram. Grote iris ogen, zoals eigenlijk alle iris lures dat hebben. Gamakatsu dreggen, attractieve straatveer erop met een stukje tinsel. Zorgt voor een mooie reflectie onder water, zeker als een beetje zon schijnt. Trekkingspot op je kop, die zie je extra goed, kan je makkelijk je kunstaars volgen. Ik vis hem altijd met titaniumonderlijntje. Titaniumonderlijntje 40 centimeter, 35, 40 pond ongeveer, voldoende. Kan je lekker mee vissen vanaf de kant als je vast zit. Geef er een keer een drukje aan, krijg je 9 van 10 keer je kunstaars ook nog terug. Dat is dan een beetje de belangrijkste ins en outs bij het vissen van de flatjerk. Die lag om die. Dat is de tweede al die je wegjaagt. Ja, precies. Zie je toch dat enge nekkie van jou om de bocht? Daar is het. Die zag mij gewoon. Die denkt die Bravo hier in het noorden. Ja! Even de netje pakken, Rock. Ja. Even de netje. Moet je hem scheppen? De net. Is me net gehaakt. Ja. Netjes. Ja. Erin. Homa. Pak hem wel. Mooi. Nou, hij is er al af. Onthaakt. Ik pak hem wel zo, ja. Kijk. Dat is een mooie snoek. Mooie visuele aanbeet. We hebben hier een duikertje onder water. En we zagen net al meteen dat er een snoek wegschoot. Zal dat deze niet zijn. Maar ik zei het al tegen Rock. Ik zeg, er zijn altijd van die typische stekken waar dan snoeken liggen. Als het dan begint te spuien, dan zijn er vaak plekken waar die snoeken liggen te jagen. Op de flashjerk wederom. Dat trage links-rechts kunnen ze toch maar moeilijk weerstaan. Dus blij mee. Mooi snoek. Lekker Roel, mooie poldervis. Valt echt helemaal weg hè, in dit donkere water. Hoppakee. Lekker man. Ja, we hebben een lekker dagje gehad in de polder. Het was zeker niet makkelijk, maar dat hadden we eigenlijk op voorhand wel gedacht. De omstandigheden waren toch wel wat moeizaam. Koude nachten, windstil weer, mistig. Dus er zijn niet echt ideale omstandigheden om te gaan snoeken in de polder. Maar goed, we hebben het geprobeerd en we hebben toch twee vissen kunnen vangen, ondanks de taaie omstandigheden. Tal van kunstaars geprobeerd.
Maar er waren er twee die eruit sprongen. Ja. Dat was de flash jerk, de 9,5 centimeter flash jerk. Begin van deze video hebben jullie verteld dat er een winactie vast zat in deze video. De kunsthaasjes waar we mee snoep gingen vangen, gingen we verloten. Nou, bij deze zijn er dus twee kunsthaasjes, Irish Flash Jerk. En wat we graag van jullie zouden willen weten, is welke kleur we de grootste snoek hebben gevangen. Geef dat aan in de comments in deze video. En dan maak jij kans om twee van deze Flash Jerks te winnen. We geven van ieder kleurtje geven er eentje weg. En we gaan drie setjes van twee gaan we verloten. Dus geef even aan in de comments welke kleur het was waar we de grootste vis mee hebben gevangen. En dan uit alle inzendingen gaan we er drie verloten. En maak jij kans om een setje van deze coole jerkbait te winnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot de volgende keer.